In deze video ga ik laten zien hoe je de Osmo landhuisverf aanbrengt. De landhuisverf is op basis van natuurlijke oliën en wassen en beschermt tegen weersinvloeden. Daarnaast beschermt deze ook tegen schimmels, algen en houtrot. Door het hoge aandeel vaste stoffen dekt deze zeer goed, maar de houtstructuur en de tekening blijven zichtbaar. De landhuisverf is beschikbaar in 21 verschillende kleuren. Zorg er altijd voor dat de Osmo landhuisverf aangebracht wordt op schoon en droog hout. Mocht jouw oppervlak nou vergrijst of vervuild zijn, reinig deze dan eerst met de Osmo Power Gel. Het is belangrijk om Osmo voor en tijdens het werk goed te blijven roeren. Breng de eerste laag aan in de richting van de houtnerf. Dit kun je doen met een roller of kwast. Heeft het oppervlak nou lastig te bereiken delen, zoals deze, dan is het makkelijker om met een kwast aan te brengen. Let er ook goed op dat de kopse kanten goed geraakt worden. Nadat de eerste laag gedaan is, laat je deze nu 10 tot 12 uur drogen. Nadat de eerste laag gedroogd heeft, kun je de tweede laag gaan aanbrengen. Tussen de eerste en tweede laag hoeft niet geschuurd te worden. Je kunt de tweede laag direct aanbrengen. Breng de tweede laag, net als de eerste laag, dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aan. Zorg er ook voor dat je de Osmo weer goed geroerd hebt voordat je gaat beginnen. Zorg er ook bij de tweede laag weer voor dat je de kopse kanten goed raakt. Nadat je de tweede laag volledig hebt aangebracht, laat je deze net als de eerste laag 10 tot 12 uur drogen. Nu ook de tweede laag gedroogd heeft, is het oppervlak klaar en heeft deze een zijdematte uitstraling. Mocht je toch liever een matte uitstraling willen, zou je één laag van de Osmo Natuurlijke Oliebites kunnen aanbrengen in de variant 701 kleurloos mat.